everybody. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. See? Problem solved. Come on, Leo! Welkom bij een nieuwe aflevering van Indie Spotlight. Naast mij zit de meest independent woman van Nederland, Soraya. Hallo Soraya. Hallo Salim, welkom in de spotlight van de Indie. Yes, welkom in de meest onafhankelijke wereld van de games. Lekker, en ik heb je eigenlijk de studio ingetrokken, ja. Omdat je zei, oh, maar die heb ik ook gespeeld. Ja, klopt, maar ik wist ook helemaal niet dat waar wij het nu over gaan hebben. Ik ga het ze eerst nog vertellen waar het over gaat hebben, ja. Anders weet zij ook helemaal niet. Ja, nou, ze is aan de titel, dus het slaat nergens. Oh, dit is wel waar, maar ik weet niet, misschien lees ze het niet. Denk ze, oh, dit is Salim, clickbait, clickbait. Ja, kijk je ogen. Maar ik heb A Way Out gespeeld, de derde original van EA. Juist. Want we hadden namelijk eerst Unravel, toen V en nu dan deze. Oké, en dit is dus officieel gezien indie, want de ontwikkelaar is indie. Het is een beetje een grijs gebied, dat moet ik wel toegeven, want EA heeft dus gezegd, ja, deze game is super tof, dus wij gaan het meer in de spotlight zetten. Ze zeggen dat ze er niks aan verdienen, maar het is natuurlijk wel een grijs gebied, want het wordt wel uitgegeven door een grotere uitgever. Ja, ik kan zeggen, ja, dat is altijd een beetje natuurlijk het grijs gebied, dat de ontwikkelaar independent is, maar dan een soort van het geld heeft van een uitgever, ja. EA. Dus een beetje, oké. Okay. Maar goed, we tellen het als indie. Het is een en al liefde voor indie, dus dan noemen we ja, het ook precies. Maar. Okay. Nou ja, precies. Oké. Als de ontwikkelaar indie is, dan... Daarom, hou het gewoon even aan. Grijs gebied, we know. Maar A Way Out, daar werd natuurlijk al aangekondigd op de E3. Ja. En iedereen was gelijk van, wow, mindblown. Niek, vet. What? Ja, super tof, want wat je hebt zijn twee mensen. Het is echt een keiharde co-op game. Je kan deze niet in je... Ja, kan wel als je twee controllers vast hebt, maar... Ja, precies. Maar hij kan alleen met twee mensen. Alleen met twee mensen. En je speelt allebei speel je een crimineel. En dan ga je echt een beetje je eigen verhaal. En dan kom je elkaar tegen. En dan ga je samen a way out vinden uit de gevangenis. Oké, ja, en als het goed is heb je dus... Het is ook splitscreen, ook als je online speelt, geloof ik. Ja. Want het is een soort van ook belangrijk dat je ziet wat de ander doet. Ja, hoewel op sommige momenten dacht ik als, weet je, af en toe wil ik niet zien wat de ander doet. Maar het is inderdaad een splitscreen. Ja. Maar tegelijkertijd ook dynamisch. Niet zo dynamisch als de Lego games, dat je zo een kant op loopt dat dan ineens splitscreen is. Nee, maar de ene keer split hij zo en als dit belangrijker wordt die groter. En ik merk ook wel soms, zeker aan het begin, heeft dan de ene speler misschien een cutscene en dan kan de ander gewoon lopen. Dus dan wordt de ander zijn scherm iets groter omdat het op dat moment iets belangrijker is. En dat vond ik heel tof gedaan. En op een gegeven moment ook in een auto inderdaad, de ene aan het rijden is en dan split ineens gewoon zo. Dat je ene zit eronder en de ander moet er boven gaan schieten en zo. Dat vond ik wel heel tof gedaan. Oké, want dat is natuurlijk ook wel gelijk de premise van deze game. Het is super co-op en in principe je mag het ook alleen maar met z'n tweeën spelen. Dus eigenlijk zeggen ze gewoon, het is ingewikkeld genoeg dat het niet kan met een AI. Dat is in principe wat je zegt. Ja. Maar dan is natuurlijk de vraag, werkt dat? Is het dat jij zoiets hebt van, oh, ik heb echt het gevoel dat ik dit inderdaad, dat ik echt teamwerk aan het doen ben? Nou, dat daar... Weet je, daar zoek ik elke keer weer naar. Een game die je gewoon met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n tienen kan spelen. Mm. Maar dat je daadwerkelijk een verhaal hebt. Juist. En niet dat je standaard een player 1 hebt en oh ja, je kan een player 2 toevoegen, maar die zie je in de cutscenes nooit terug. Weet je dat? Ja, juist, precies. Maar dit, je bent allebei heel waardevol. Wat ik wel had, en op een gegeven moment werd dat een beetje een running gag terwijl ik aan het spelen was. Mm. Weet je, de deur open doen, zet je standaard, hey Leo, hey Vincent, come help me. Ja, het weet is je, wel dat... een beetje, ja. Er zit een aantal elementen in, ook het volgens mij het pootje geven om muur op te komen, dat is een beetje standaard inmiddels. Standaard. Dat op een gegeven moment denk ik, oké, dit is genoeg. Maar er zijn ook al hele mooie dingen. Want op een gegeven moment heb je een schroevendraaier weet te lokken naar je... mee kunnen nemen naar je gevangenis. En dan komt er inderdaad iemand aan en dan ga je allebei in een hoekje staan. En wanneer je dan diegene bij de ene gevangenis is, dan geef je het zo snel door. En dan weet je, op die manier... Ja, dus dan moet je op een gegeven moment ook de een moeten wacht houden, zodat de ander kan gaan kutten en andersom. Ja, dat vond ik dus heel tof gedaan. Dat waren echt wel even momenten dat ik dacht, oh, weet je, dan heb je het ook echt nodig. Op een gegeven moment moet je ook samen omhoog klimmen. Mm. En dat was wel even een beetje flauw, weet je, tegelijkertijd op de knopjes moet drukken. Ja, maar tegelijkertijd werkt het ook wel weer. Weet je, je hebt elkaar echt nodig. Ja, dus er zit een dat vond ik dan, het gedeelte wat ik gespeeld heb, is dat het, er zitten wel wat van die open deuren in. Ja. Letterlijk in figuurlijk van een soort van, oh, de deur klemt, dus je moet samen duwen. Maar op een gegeven moment was er ook een stukje, dat is aan het begin van de game, dat het dan buiten stormt en dat je dan op de slag van de donder allebei tegelijkertijd met een schouder moet rammen. En toen dacht ik, dat is ook alleen maar leuk als je het met een andere
persoon doet. Als je dat met een AI zou doen, is het denk ik te makkelijk. Ja, weet je, en het is echt, je moet ook wel communiceren hierin. Juist, ja, ja, ja. Je kan niet allebei denken, weet je wat, ik doe lekker mijn eigen ding, zoek jij het lekker uit. Je moet ook echt bepaalde dingen samen doen. Doe inderdaad afsluiten. Op een gegeven moment lig je allebei in het ziekenhuis. En dan de ander die gaat dan inderdaad, volgens mij is de schroefje draaien die in de andere kamer gaat halen. Ja. Dan moet je eerst de nurse moet je bij je halen. En daarna moet ik volgens mij tegen een raam aan bonken, zodat je ook weer, nou weet je. En toen dacht ik van, dit is wel heel erg tof gedaan. En ja, dat is echt zoek je. Echt gewoon die wisselwerking. In totaal duurt de game ongeveer 6 uurtjes, dus het is ook wel lekker om met z'n tweeën te spelen. Je doet ongeveer 3-4 avondjes misschien erover. Ja, precies. Je gewoon inderdaad elke avond 1,5 uurtje speelt of zo. Even lekker gamen en dat is prima. Je wil ook wel verder. En het is ook heel belonend, want ik heb het einde wel gespeeld. Volgens mij, we zijn nog niet zo ver. Nee. No spoilers. Maar dat maakt voor mij echt gewoon een heel verschil. Ik zat eigenlijk... Het verhaal is gewoon af. Het verhaal is gewoon klaar en super mooi gedaan ook. Er zit nog een hele mooie plot twist in. En dat is super fijn. Want juist door het einde dacht ik, oh, deze game is een stuk beter dan ik eigenlijk de hele tijd had gedacht. Juist, oké. Okay, want daar hadden we het net ook heel even over voordat we de opnames begonnen. De pacing van de game. Hij duurt natuurlijk 6 uurtjes en hij kost €30. Ja. Dus ja, dan heb je toch zoiets van, oké, 6 uurtjes, oké. Je betaalt natuurlijk ook een beetje voor het hele idee dat het... Dus ik vind het een... leuke game, want dan bijvoorbeeld ik speel samen met mijn huisgenoot, nou ieder €15, dan is het eigenlijk wel gewoon de moeite waard in die zin. Ja, want dat hebben we nog niet gezegd trouwens. Je hoeft niet allebei de game te hebben. Oh. 1 iemand moet de game hebben, ja. Okay. 1 iemand heeft de game en dan kan de andere hem downloaden. Net zoals wat Nintendo online heel vaak heeft gedaan, ja. Oh, dat is wel tof, want dan breng je eigenlijk dat soort van couch co-op, dat 1 iemand hem koopt en dat je splitscreen speelt, naar de digitale online. Ja. Oh, dat is wel tof. Dus dat is inderdaad tof, maar de pacing van de game, dus 6 uur in totaal, maar die frustreerde mij echt heel erg. Ja, want vertel. Oh my goodness gracious. Dus je gaat uit je gevangenis ontsnappen en dan ben je echt volgens mij letterlijk met 1,5 uur al uit. Dus dan vraag je af, oké, en nu? Ja, dat had ik ook wel heel erg. Het is niet alleen maar gevangenis. Nee, helemaal. Dus dat is wel een beetje een illusie die ze ons voor hebben gehouden. Mm-hmm. Maar dat is, weet je, het begint best traag, je leert elkaar kennen. En dan bepaalde stukken gaan iets sneller. Je denkt, oké, nu komt spanning. Yeah. Maar voordat je daar echt helemaal in zit, wordt dat weer afgebroken omdat je dan weer niet mag spelen. Dan krijg je weer even een cutscene of dan moet je gewoon een stukje rondlopen. En dat gaat in de hele game zo door. Het blijft extreem traag wel. En dan niet zozeer dat je echt langzaam loopt of zo, maar meer qua eigen gameplay. Ja. Dat zit er niet in. Ja, op een gegeven moment had ik ook een stukje dat ik dan bij een kampement kwam, bij een soort van waar mensen gekampeerd hadden, waar ik een vuurtje moest maken en zo. En dat soort stukjes gameplay voelen toch wel heel beetje generiek aan van oké, we moeten gewoon. De game moet 6 uur duren, mensen betalen ervoor, willen dat kunnen lezen. En dan heb je inderdaad heel veel van die stukjes dat je denkt, oké, het is wel een beetje tijd rekken wat hier gebeurt. Dat is echt, en dat is mijn grootste probleem dus met die pacing. Mm. En dit, er zitten af en toe dingen in dat ik denk, wauw, je moest het even oprekken. Dan moet ik gaan zitten vissen. En de details, hè. Mm. Dan moet je eerst op zoek gaan naar een stokje om te kunnen vissen. Dan moet je er ook nog voor zorgen dat het stokje een puntje heeft. En dan moet je inderdaad vissen. Ja. Kom je bij dat vuurtje aan, maar het is natuurlijk helemaal uit. Dus alleen gewoon... Dan moet je stukjes hout zoeken. Moet ik een stukje hout zoeken. En dan moet ik ook nog tegenaan blazen. En dat gaat in de hele game, komen zulke gekke stukjes terug. Juist. Dat ik echt denk, doe even normaal. Weet je, die hele spanning van, oh, we zijn op de vlucht en ze moeten ons niet vinden. Dat gaat er gewoon uit. Dat bestaat niet meer. Nee. Dus in principe... Qua pacing zitten er gewoon stukken in dat je denkt van oké, we zijn een beetje... Want als je natuurlijk met dat soort details werkt, van een puntje maken, van vuur zoeken, dat is natuurlijk echt een fine line tussen prettig realisme, dat je zoiets hebt van ik word helemaal in het verhaal gezogen, en van jezus, ik heb net zitten rennen voor een stel honden en nu moet ik een beetje op een vuurtje gaan zitten blazen. Ja, het deed echt gewoon afbreuk aan het hele verhaal en het zorgde er gewoon echt voor dat die hele spanning weg was. Sowieso, ik had nergens het gevoel dat ik werd achterna gezeten door de politie. Nee. Overal namen we onze tijd. En op een gegeven moment gaan we rustig op zoek dan naar een van die gasten, moeder, vrouw en kindje. Ja. Heel rustig gewoon, ouder niet open, donk. En dat is de hele tijd. Ik denk, gasten, jullie worden gezocht. Op een gegeven moment heb je zelfs een krant waarin dat wanted op staat. Juist. En overal denk ik, oh joh, we lopen rond. En hier kunnen we minigames spelen, want dat zit er ook in. Kan je even met z'n tweeën gaan honkballen. Dat ik denk, wat? Ja, het is een beetje natuurlijk een soort van het hele idee van de game is zitten in de gevangenis, je ontsnapt en dan moet je, verhaal technisch gebeuren, er is ook nog dingen uit de gevangenis. Je hebt natuurlijk allebei een vergelijkbaar motief waarom je in de gevangenis zit, anders dan slaat die game natuurlijk nergens op. En je merkt inderdaad wel, je hebt natuurlijk echt in de gevangenis moet je natuurlijk gewoon op een gegeven moment ook rennen en niet gespot worden door politie. Maar het lijkt mij, als je net uit zo'n gevangenis bent,
dat je niet op je gemak even gaat zitten kamperen 2 kilometer buiten de gevangenis. Ik zou echt gewoon het blijven rondrennen. Maakt niet uit waarheen. Ja, en als je dan moet eten, snel een vuurtje maken. En dan ja, misschien... weet je, snel. En dat mis je. Gewoon het gehaaste gevoel dat je, oh fuck. En weet je, nu zijn we eindelijk wel even veilig. Ja. En dan... Nee, dus gewoon gevangenis uit, je met wat gasten neer, je rent weg voor het hondje en daarna... Oh, weet je wel, kamperen. Het is echt een beetje Brokeback Mountain bijna. Het is echt... Het zou een vette twist zijn. Dat zou, nou ja, op een gegeven moment, weet je, deze gasten krijgen natuurlijk wel echt een band. Ja, en dan dacht ik inderdaad op een gegeven moment, oké. Oh, gaan we deze kant op? Oké. Hoe vet zou dat zijn? Maar dat zorgt ze ook, weet je. Op een gegeven moment wordt het zelfs een beetje komisch. En dus inderdaad van die standaard dingen met inderdaad omhoog geld bij die deur. Hey Leo, kom help je met de deur. Ja. Maar als je zou moeten zeggen, gewoon qua balans. Ja. Want dat is natuurlijk denk ik waar je deze game het beste op kan raten. Want ja, kijk, 30 euro verhaal, dit, dat is... Weet je, dat mag je denk ik altijd wel met een korreltje zout nemen, vind ik. Maar deze game is natuurlijk de belofte was, of het idee was, co-op. Reimagined eigenlijk, want het is alleen splitscreen, ook als je online gaat. Je kan alleen met een andere menselijke speler doen. Dus het is echt, je moet ze dwingen om te communiceren. Je kan niet een of andere AI instellen. Is die balans tussen vette co-op en hey Leo, help me door een pootje te geven, of help me met deze deur, zeg maar die shit. Mm-hmm. Die we eigenlijk bijvoorbeeld ook in The Last of Us en zo heel veel zien. Zit daar een goede balans in? Want dat is denk ik het belangrijkste om te weten. Nou, op zich wel, maar dan hebben we nog een derde ding dat erbij komt. Mm-hmm. Je kan heel weinig daadwerkelijk zelf spelen. De balans is op zich hartstikke goed. Weet je, dus echt voor met 2K co-op zeg ik doen. Want het is heel tof, echt wel op een hele andere manier. Maar wat voor mij veel belangrijker was, is dat ik eigenlijk gewoon heel weinig zelf heb gespeeld. Het is alsof ze hebben bedacht, de game moet hierheen. Mm-hmm. En met een normale game kan je een beetje linksom, rechtsom, uiteindelijk kom je er wel. Maar je moest echt heel precies... Heel lineair. Ja, maar bizar. En ik hou van lineaire games. Mm-hmm. Maar dit tot echt in het bizarre is het uitgestippeld. Okay. Waardoor je bijna, weet je, het hele co-op valt op een gegeven moment gewoon weg. Omdat, dan ben ik aan het rennen. Het enige wat ik mag doen, is op een knopje drukken en ik aan het rennen ben. Ja, ik kon niet eens sturen of wat dan ook. Het is een lange soort van quick time event. Als in... Heel veel, ja. Maar op zich, ik vond het inderdaad voor een co-op game dat je samen door een verhaal gaat hartstikke sterk. Ik moet wel zeggen, met het lineaire was erg pijnlijk. Maar je krijgt ook weer hele mooie momenten, omdat ze dan ook een beetje de camera kunnen ze meespelen. Ja. Je hebt één scène, weet je, dan zie je dat de camera gaat van de ene persoon naar de andere persoon. En de hele tijd zo door. En wanneer die op jou zit, dan kan jij eventjes gaan rennen. En dan gaat die toch weer door naar mij, door het gebouw heen. Ja. En dan ben ik weer eventjes aan het rennen, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is wel tof gedaan. Maar ik wilde gewoon deze game spelen. En dat heb ik heel erg gemist. Ja, het is... De momenten dat je dan een co-op hebt, wat je net ook zei, helemaal aan het begin van de game, als je allebei in je cel zit en je bent met een schroevendraaier aan het kloten, dat dan de een op de wacht staat en de ander moet doen, is voornamelijk, ja, qua gameplay is het eigenlijk heel simpel, maar omdat het concept zo vet is, is het gewoon super spannend dat de ander ook echt tegen je gaat zitten schreeuwen. Stop, ze komen, weet je al dat? Ja, heerlijk. Alleen, het is inderdaad wel, je wordt inderdaad van moment naar moment geleid. Ja, op een gegeven moment zit je natuurlijk ook in een jeep en dat gaat allemaal wel iets meer, maar het is allemaal wel heel erg... Heel erg, je weet gewoon, ja, het is echt een paadje en dat moet je volgen. Er zit geen andere oplossing in. Het zorgt er wel weer voor dat je krijgt gewoon een lekker verhaal daarmee. Weet je, op het einde precies. Gaat het echt helemaal best wel casual eigenlijk. Ja, op die manier, ja, iedereen zou het even kunnen spelen. Je hebt bijna geen skills nodig. Het gaat echt inderdaad om het verhaal wat je samenbeleeft. En dat is wel leuk. En zeker het einde, wat ik al zei, is het gewoon echt waard. Je hebt sowieso meerdere eindes. Mm. Allebei wel leuk om te zien. Tof. Ja, dat was inderdaad wel tof. En het einde wordt op een gegeven moment gewoon echt wel bizar. En dat is echt wel heel erg lekker. Okay. Dus je doet het gewoon voor het verhaal wat je samen beleeft. En dan denk ik, lekker, ik wil dan meer van zulke games. Meer van dit. Nou, dus meer ik denk, dit. Verdict. Meer dit. Meer dit. A Way Out 2. Zou je een voorkeur van willen? Of misschien een game die hierop lijkt? Een game die hierop, absoluut. Ja, ik zou wel willen dat ze dit dan inderdaad hiervan leren en denken, goh, weet je, we vertrouwen jullie wel, jullie kunnen gamen, dus ga zelf maar een beetje aan de slag. Ja, dus eigenlijk... Ja, maar Way Out 2 op een manier, waarom niet? Ja hoor, vet. Kom maar. Ja. Nice, dus kortom, Way Out, co-op is vet, maar hoe je naar bepaalde, hoe je zeg maar, je gaat eigenlijk van moment naar moment naar moment, dat is wat minder, de pacing. Je bent gewoon een film aan het gamen. Een film aan het gamen. Way Out, je bent een film aan het gamen. Lekker. Ik vind het vet.